Gisteren moest ik van mezelf kijken naar Koers op de Kale Berg. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Aha, Woods weet het hoor. Doet even een duimpje in de richting van de cameraman die naast hem rijdt. Kan met hem praten, want ja, voor de rest is er niet zoveel te zien natuurlijk aan de kant van de weg. Ja, een politieman daar aan de rechterkant van de weg in zo'n blauwe hemdje. En daar nog eentje. Nee, ze bewaken het wel goed. Maar Woods dus helemaal eenzaam en alleen. Want de cameraman laat hem ook een beetje gaan. 11% is dit laatste stukje nog eventjes. Hier op het einde gaat het nog weer even heel steil omhoog. 14% en nu vlakt het af. En nu kan hij uitrollen en nu kunnen de armen omhoog. Pas op Michael dat je niet valt, want hij heeft bijna geen snelheid. Hij komt over de streep. Normaal hoor je gejuich. Maar er staan, nou wat zal het zijn, 100 man zo'n beetje. Een aankomst in stilte. Welkom bij de kopgroep met vandaag natuurlijk Matador, Mats Smeets, Michael Bogert en Maxime Horsels. Die nu al de verkiezing van het mooiste behang van hotelkamers heeft gewonnen, Maxime. Wat voor een bloemenpracht zit er naast jou? Ja, het is wat is het? Ik denk dat het een beetje... Nou ja, goed, ik moet niet gaan zeggen wat ik denk wat het is, want ik heb geen idee. Het zijn dunne blaadjes, ik zou zeggen van een palm, maar ja, van een palm die zijn groter. Dus dat gaat het niet zijn. Ik heb geen idee. Is het van varens? Dat is ook wel het enige, want ik zit op het randje van mijn bed. Want het bureau hebben ze wegbezuinigd. Ah, kijk, dat is mooi. Nee, het zal ze een keer te niks worden. Wij zijn zo jaloers op jullie. Wij zijn zo jaloers op jullie. Ja, en Michael, jij hebt een rode balk boven in je kamer. Dat is mooi. Nee, rode kleur. Ja, wat is het daar, die kant? Ja, nee, het is dat hier wordt... ook vooral klein. dit is mijn sleutel tegenwoordig. Dus dan krijg je een code. Dat is nog lang ook. Dus is er op een stukje midden papier. In de nacht sta je nu nog je bril ergens uit je koffer vissen. En dan sta je zo'n knopje te drukken. En dan hoop je dat je kamer open gaat. Nee, het is allemaal veranderd, maar het is klein. Klein vooral. Ja, maar het is schoon, dus dat is belangrijk. Ja, zo is het. Of dat denk ik althans. Kijk, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Niet inzoomen op je bed is altijd een heel slecht idee. Nou, het verhaal van Mark van de week. Goed, Senk Asset. Ja. Ben ik een beetje minder gaan slapen. Nooit gaan slapen in een Senk Asset hotel. Nooit. Of ze moeten heel mooi zijn. Die hotelletjes. Nee. Ja. Ja, maar dan ga je ook niet slapen. Maar goed, dan de etappe van gisteren. De Puy de Dôme. Ik merkte bij de Nederlandse commentatoren op de televisie dat die eigenlijk hadden gehoopt tussen een strijd tussen de grote mannen. Omdat zo'n grote puist verdient een groot winnaar. Maxime, had jij ook dat gevoel? Zeker weten. Maar het was ook aangekondigd, of althans het alles wees erop dat dat niet ging gebeuren. Want het heeft wel, je ziet bij Jumbo-Visma echt angst voor die bonificatieseconden. We hebben natuurlijk al in het openingsweekend gezien dat toen Pogacar op de beklimmetjes daar waar de bonificatieseconden lagen en ook aan de aankomst. Als het een direct duel is, dan is hij vinniger en pakt hij ze. Dus het zijn dan altijd 10-6, altijd 4 seconden minstens die we in het voordeel van Pogacar gaan vallen. Want de nummer 1 krijgt 10 seconden. De nummer 2, 6 seconden. Ja, het zijn er altijd 4 verschillen. Dus in het beste geval is het 4 seconden erbij voor Vingegaard. En nou, ze probeerden het eergisteren al. Nu weer groep weg. Zo ver mogelijk wegrijden. Dat die bonificatieseconden weg zijn. En als je mij vraagt, is dat toch wel jammer? Hè? We kijken nu allemaal naar gisteren genoten van de prachtige foto van Raymond Poulidor van jaren geleden. We kijken allemaal terug naar de grote duels van jaren geleden. Nou, we hebben een duel gehad gisteren, maar het is natuurlijk wel in de achtergrond van de strijd om de ritzegen. Dus mijn oproep zou zijn, schrap gewoon bonificatieseconden, tenminste in ieder geval op aankomsten bergop. Dan hebben in ieder geval een hoop ploegen geen profijt van een grote ontsnapping. Want een kwartier op Puy de Dôme, dat is toch ook best wel veel. Ja, Michael, wat vind jij ervan? Ja, ik vond het ook. Ja, ik kan het wel begrijpen. Ik kan de tactiek begrijpen. Maar ik vind het ook jammer. En dan zeg ik dan vooral als liefhebber.
Ja, Kat, als je de namen ziet die daar ooit gewonnen hebben, daar heeft dan ooit één keer een Fransman, hebben we gehoord, gewonnen die laatst in het klassement stond. Maar voor de rest zijn het toch allemaal leuke namen die daar op het lijstje staan. En ja, dan vind ik eigenlijk ook dat het moet. Ik zat zelf nog te denken, mocht ik ooit de benen hebben gehad die een Vingegaard of Pogacar ondergeschroefd hebben. Ja, dan had ik toch s'ochtends in de bus wel gezegd van, gaan jullie maar op kop rijden vandaag. Want ik zou vandaag wel willen proberen te winnen. En dat, ik weet dat, dat Pogacar dat verleden jaar op Planche de Belleville nog wel heeft gedaan. Toen had hij daar echt een doel van gemaakt. En dat was ook in het begin van de Tour. En ja, toen won hij ook de rit. Hij won wel niet de Tour, maar won wel de rit. En ja, dit jaar koos Jumbo-Visma ervoor om het goed te laten lopen. En ja, dan had Pogacar zijn man op kop kunnen zetten. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. En dat snap ik dan ook wel weer. Maar voor Woods is ook een mooie winnaar, want hij deed het mooi. En we hebben een mooi gevecht gezien in de achtergrond voor het klassement. Dus ik vond de dag nog prima, is een soort. Ja. Daar ben ik met je eens, Michael. Want en ik vond het wel jammer dat de kopgroep zo snel ontstond eigenlijk. Ja, dat was wel jammer. Dan, ik had wat meer strijd aan het begin van de etappe gewenst. Ja, ja. Ik denk dat Jacobsen daar niet mee eens is. Die zat gisteren wel eens in de laatste etappe. Die zei van, ik heb echt afgezien als een beer de eerste half uur. Die waren wel blij hoor, dat we een groep weggeven. Ja, het leek wel vlak, maar ja, als je hier die streek ziet, is echt helemaal heel moeilijk koersen. Dus echt geen meter vlak. En als je dan nog niet helemaal top bent en ze vertrekken zo, en ze blijven demareren, dan vervloeken die mannen wel, ja. Nee, kijk, voor de koerskijker die thuis op de bank zit, is het natuurlijk wel goed nieuws dat zo'n vroege vlucht weg was geweest. Want zeg, als dat niet het geval was geweest, dan was het een soort van Waalse Pijl scenario geweest, waarin het wachten was tot de laatste 5 kilometer waar er dan wat gebeurde. En dan was het dan nu zelfs wachten tot de laatste 1,5 kilometer. Dan was het een hele lange zit geweest. En nu zag je natuurlijk wel al die strijd in de kopgroep met iedereen die dus een beetje baat was om niet met Woods aan die klim te beginnen. En dus zag je al op 30 kilometer van het einde dat er slag om slinger werd gedemareerd. Dus weet je, dat is dan wel weer goed dat die kopgroep in ieder geval kon strijden voor die ritzegen. Michael Woods, toch een waardig winnaar voor deze mooie berg. Zeker. Doe het maar wat hij deed. Hij heeft die hele lange Amerikaan, lang voor wielrenners, dus 1,91, heeft hij ruimte gegeven, had hem 2 minuten gegeven. En hij heeft op zijn Woods heeft hij gewonnen. Ik vind het fantastisch. Ik vind het ook mooi voor wielrenners van 30 plus, dat die zichzelf op zo'n manier kunnen bewijzen. Ik vind het mooi voor de groep Israël, wat natuurlijk een heel merkwaardig samengestelde ploeg is. Dat is een parkeerplaats geworden voor bijna uitgereden renners. Die krijgen heel goed betaald van een hele rijke meneer. En die stelden verleden jaar niks voor, degradeerden, werden weer teruggenomen en pakken nu toch hun etappe. En op Woods zijn rijden was niets aan te merken. Als je zo goed tegen een zo steile laatste kilometer op kan fietsen en je haalt dan die tijd terug, dan gun ik hem dat zeer. En trouwens, jij noemde net de Waalse Pijl, Maxime. Daar heeft hij, denk ik, zijn hele leven bewezen hoe makkelijk het is om tegen een steile wand op te rijden, toch? Dat was zijn tuin. Ja, dus nee, ik vind Woods is niets aan te rekenen. Ik vind die Jurkussen, die dient een ongelooflijk compliment te krijgen voor de manier waarop die aanviel. Ik vond al die andere renners die daar voorop reden, die hadden volledig het gelijk aan hun zijde. Je hoeft je niet te schikken in wat die geel-zwarte kruideniersploeg uit Nederland allemaal bedenkt. Ben je bedonderd, rij er tegenin. Het is wij in Nederland, wij hebben een nogal getroubleerde visie op datgene wat zich afspeelt met Van Aert, met Jumbo, met het Koninkrijk der Belgen, die daar heel anders over denken. Maar de rest van de wereld vindt het hartstikke leuk als daar een Canadees gaat winnen. En dus laten we daar blij mee zijn. Variatie moet je hebben. Variatie in het hele leven. En Woods is dan zo iemand die dat kan doen. Hij zal steenkapot zijn. Hij zal goed geslapen hebben. Maar wij hebben dat moet ik zeggen als televisiemaker, een finale gezien met werkelijk oogstrelend camerawerk.
prachtig. Die twee mannen achter elkaar in dat vaste shot. Jongens, wat was dat mooi. Die camera, sowieso de cameraman die dat beeld aanbood. Maar ook de regisseur die het koos en die tegen hem zei... Hou het vast, dit is het mooiste shot wat je ooit van je leven gemaakt hebt. Op een kale berg, twee kerels op een klein fietsje naar boven te zien gaan. Zo mooi in cadans, zo mooi in rust, zo mooi in de natuur die de natuur was. Geen mensen die gek deden, die vlaggen ophingen, niks. Gewoon een weg omhoog en daar... je helemaal het Lazarus optrappen. Ik heb genoten. Ik ook. Ik vond dat shot dat Woods inliep op Jurgensen... daar zag je het verschil tussen iemand die goed een berg op kan rijden... en iemand die dartelt. Iemand die het talent heeft meegekregen om echt die steltes te bedwingen. En aan die shot zag je Jurgensen die gaat opgegeten worden door dat... bergvogeltje Woods. En zo geschieden. In de achtergrond een gevecht Pogacar Vingegaard. Michael, logisch dat Poggi dit won van Vingegaard? En nou, moeten we er dus ook niet te veel waarde aan hechten? Het is toch aan Rijm en verlost. Dus ik bedoel, wat ik vooral mooi vond was dat Vingegaard eigenlijk, of Poggi eigenlijk constant het wiel van Vingegaard had. En op een gegeven moment heel brutaal gewoon voor Vingegaard ging rijden. En toen had ik al zoiets van, dit moet voor Vingegaard toch wel even voelen als zijn, ben ik bang voor je vandaag. En dat was hij ook niet, want hij demareerde gewoon met Vingegaard in het wiel. Dus ja, dat getuigt wel van de juiste benen. Dat het verschil dan misschien maar 8 seconden is, oké. Maar het was toch wel even een tikkie wat hij weer gaf. En zeker nadat Jumbo weer op die manier had gereden zoals zij het graag wilde. En daar kon je al een klein beetje zien. Nou maakt dat op zich niet uit, want ze blijven toch met z'n tweeën over. Maar dat de ploeg, de beurt van Wout, was iets minder. Want ja, Kelderman die komt van kop en die kon er gewoon bij blijven toen Van Aert overpakte. Maar ja, dat is misschien ook wel logisch, omdat hij best wel... Al actief rond heeft gereden de eerste week vanuit. Dus die voelde het misschien ook wel. En de beurt van Kelderman zag er ook heel indrukwekkend uit. Maar het was gewoon nog een hele grote groep. Dus ja, ze reden minder hard tempo omhoog. Koes die normaal als hij gas geeft, blijft er nog twee mannen in zijn wiel. En dat was nu ook wat meer. Dus het was allemaal net even een onsje minder. En ja, toen... Dan komt Pogacar wel in zijn kracht. En dan heeft hij een hele vinnige demarrage. Waar Jonas gewoon geen antwoord op had. Maar hij raakte ook niet helemaal. Hè. Het was, die afstand bleef hetzelfde. En ook dat beeld was mooi. Dat moet Mark denk ik ook mooi hebben gevonden. Want hij had dus vanuit de helikopter die beelden, zeg maar, dat je ze van ver af samen tegen elkaar zag strijden. En dat bleef het verschil. Hij leek even iets terug te komen, maar moest hem toch weer een paar metertjes laten. Maar hij is niet volledig gekraakt. Maar top, tof vinden ze het niet. Nee, dat geloof ik niet. Dat ze heel blij zijn. Maar Maxime, hoe hangt de vlag erbij bij Jumbo-Visma? Na deze eerste ruime week? Ja, die was toch best een beetje bedrukt gisteren. Je zag wel van, oké, het feit wat Michael net zegt, dat hij niet kraakte. Dat zag je bij de andere renners in de kopgroep wel. Dus ook echt zo'n klim dat als het eenmaal... dat gaatje wordt gelaten. Want weet je, die Puy de Dôme, dat is 5 kilometer lang, 10%+. Het is geleidelijk, maar geleidelijk ontzettend stijl. Dus als je dan kraakt, dan kan het zomaar zijn dat je echt even geparkeerd staat. Dat gebeurde niet bij Vingegaard. Daar putten ze nog altijd moed uit. Slechts 7 seconden toegegeven en nog altijd 17, of nog maar 17 weliswaar, voorsprong in het... algemeen klassement. Maar ja, de sfeer die was echt wel een beetje bedrukt. Als je kijkt hoe dat daar qua emoties gegaan is deze week. Natuurlijk begon de Tour met Pogacar toch die lichte favorietrol naar het Baskeland. Nou, daarna dat ze hem gesloopt hadden, zoals Christian Nierman het zelf zegt. En dan heb ik het over Pogacar. Toen in één keer Vingegaard. Ja, de Tour eigenlijk al beslist leek te hebben. Nou, nu toch wel dat het momentum... echt wel weer richting Pogacar gaat. Dat zegt de ploeg ook, Jumbo-Visma. Van Pogacar is nu de topfavoriet. UAE, Mauro Gianetti, was het daar roerend mee eens. Die is ook weer helemaal gekanteld. We hadden van de week nog over een markt. Nou,
die bedrukte woorden, daar is niks meer van. Daar ontstond enthousiasme. Maar ja, het is Jumbo-Visma wel wat weer een beetje in die rol kruipt. Of nu gaat, waar ze zeker in het verleden toch het liefst in zitten. Dat is toch die underdog-rol vanuit het initiatief nu en het commando bij Pogacar. En dan uithalen op het moment dat, dat zij kiezen. Goed, we gaan naar de nummer 69. Monsieur 69. Een Franse renner met een Nederlandse achternaam. Nans Peters of gewoon Nans Peters. Mart. Grootouders zijn Tante Nans. Ken je er nog? Grootouders. Opa en opa. Precies. Die zijn naar Frankrijk gegaan. En in Monestier de Paris is hij ter wereld gekomen. Hij ziet er niet uit als een Nederlander. Hij ziet er wel een beetje als een Mediterraan uit. Ik weet van hem dat hij behoorlijk goed binnenkwam in het profpeloton. En al etappes heeft gewonnen in de Tour en één in de Giro. En ik weet dat hij nogal honkvast is, want hij is nog steeds bij de ploeg waarbij hij begon. En daar houdt het op. Maxime. Ja, het is een redelijk compleet verhaal. Mart inderdaad begon dank je. Ja. Chambéry Cyclisme. En dat is dat was de opleidingsploeg van AG Dessert. En iedereen die stroomt dan een beetje richting door naar AG Dessert. En daar zit hij nog altijd. Dus inmiddels 10 jaar dat hij bij de ploeg zitten en dienstvoorgangers. Komt uit Grenoble, dat is ook een beetje de thuisbasis van AG Dessert. Die tourrit, dat was een hele mooie in de Pyreneeën, Loudonville, waarin die vanuit de aanval vooruit bleef, soleerde en in de achtergrond toen ook weer Pogacar huis hield. Begin dit jaar heel goed begonnen met ritzegen in Trofeo Laquilia, de Italiaanse openingsklassieker, waar die opnieuw in de regen. Dat was in de Tour zo. Dat was in de Trofeo Laquilia zo. In zijn Giro ritzegen weet ik niet of dat in nattigheid was. Maar het zou zomaar kunnen. Daar lijkt hij fan van te zijn. Qua uitslagen verder niet zo heel erg veel bijzonder. Goed seizoen dus met een ritzegen in Italië. En nu 1 dag meegezeten in de vroege vlucht. Dat was in de rit naar Bordeaux. Maar goed, dat was een kansloze dag voor de ritoverwinning. Want ja, daar ging gesprint worden. Zijn Instagram, daar is wel nog iets opvallends over te zeggen. Maar dat laat ik eerst aan jou, Joost. Ja, valt wel mee. Maar goed, Michael. Nans Peters. Nou, ik heb niks toe te voegen. Ik weet ook dat hij een aantal mooie ritten heeft gewonnen. Ik vind het een goede renner. Laat ik dat voorop stellen. Het is iemand die durft aan te vallen. En die toch best wel vaak in beeld rijdt. En ik denk dat hij meer uitslagen had kunnen rijden. Want als jij toerrit wint naar Lunenville, en dat is toch over een paar serieuze calls geweest. Ja, dan denk ik ook dat je in het misschien wat in het klassiek werk, in het Waalse werk, wat beter tot je recht zou kunnen komen. Dat is voor Fransen heel moeilijk om echt uit je schulp te komen en het. Elders, hij heeft dan wel een rit in het bureau gewonnen, maar om elders echt je pijlen op te richten. Maar de kwaliteiten heeft hij. Ik vind het een goede renner. Dat zo zeggen. Ik vind het een fijne renner ook om naar te kijken. Ja, het is een renner dat als hij zijn dag heeft, dan berg hier maar. Overigens, de voornaam Nans is in het Nederlands een meisjesnaam. Maar zijn naam is ontleend aan een Franse televisieserie uit de jaren 70. Nan le Berger. Dat was een serie over een schaapsherder. Nou, dat is zijn voornaam. Zijn Instagram-account, ja, weer de gebruikelijke foto's van wieleracties. Ik heb nog niet helemaal naar beneden gescrollt. Ik zag geen hond, wel een koalabeer. Dat was waarschijnlijk toen die Tour Down Under aan het rijden was. En ja, wel echt een prachtig vakantiekiekje van hem en zijn vriendin Amélie. Een soort prachtig huisje in de zee of in een meer. En nou, hij heeft het wel getroffen hoor, met Amélie. Want dat is een osteopate. Nou, wat wil je nou nog meer als wielrenner? Dat je thuis komt en dat je gewoon even je vermoeide brakke lijf
gewoon gelijk behandeld kan worden. Dus dat is hem gegund. Maxime, had jij nog iets anders bijzonders ontdekt in zijn Instagram-account? Ja, hij positioneert zich ook echt een beetje als influencer. Dus je kunt, je ziet hier en daar wel wat kortingscodes voorbij komen. Waaronder één filmpje, dat is wel grappiger. Dan is hij zijn benen aan het laseren. Dus hij scheert ze niet. Oh ja, dat zag hij ik ook. Wat is dat nou? Ja, en met de kortingscode Peters5 zal je waarschijnlijk 5% korting krijgen op de behandeling. Maar ze hebben ze allemaal strepen getrokken over zijn benen, dat ze vlakken krijgen. Ja. En dan zie je ze met een laserapparaat op de gebruinde plekken het haar weghalen. Nou, ja, dan ben ik gelijk een fan af. Als die laser doet, dan is het voor mij klaar. Mag ik nog één opmerking maken? Een weten dingetje over het shirt van AG Deuxerre. Wat wij eigenlijk allemaal een lelijk shirt vinden. Omdat daar de kleur poep, bruin en blauw met elkaar vermengd zijn. En zolang deze ploeg bestaat, hebben ze deze kleuren aangehouden. En waar komt dat vandaan? Dat is heel opvallend. Van een Rotterdams bureau die dit shirt ontwikkeld heeft. Dus een Franse ploeg uit Grenoble, hè, AG Deuxerre, verzekeringswezen, heeft dat in Rotterdam laten maken. En in Rotterdam zit dus iedere dag iemand die dat bedacht heeft, die kleurschakering, heel tevreden naar de televisie te kijken. Terwijl de rest van de wereld zegt, hè, bruin en blauw op een wielershirt, dat gaat helemaal niet. Ja hoor, het is van Rotterdamse makelij. Ja, het shirt vind ik trouwens nog wel aardig, maar die broek, ja, die is bedenkelijk. Goed, nog eventjes ook naar de dameskoers, want daar is ook weer iets bijzonders gebeurd, Michael. Annemieke van Vleuten, voor de vierde keer de Giro. Ja, die wint voor de vierde keer Giro, tweede grote ronde op rij en trekt nu naar de Tour om het gevecht aan te gaan met Vollering. Maar ja, het is natuurlijk een hele prestatie om in je laatste jaar toch het weer voor elkaar te krijgen om twee van de drie rondes al gewonnen te hebben. En zeker na haar voorjaar, dat wat minder was, toen dachten we allemaal, ja, Van Vleuten heeft het nu het beste gehad. Maar ze heeft zich teruggeknokt. En zeker de Vuelta vond ik wel gaaf, omdat ze dat ook nog een beetje op een echte wielren manier deed. Dus even de ander gewoon flikken die aan het plassen was. De boel op de kant trekken. Nou, schitterend. En hier in de Giro heeft ze eigenlijk gewoon geheerst. Weet je. Er waren wel wat valpartijtjes geweest. Dus wat concurrenten uitgeschakeld. Maar dat mag de pret niet drukken. En ik kijk heel erg uit naar hoe het in de Tour gaat. Ik denk wel dat ze daar gaat stuiten op een hele sterke Vollering. Die echt alles op deze ronde gaat zetten. Maar nee, chapeau en respect voor Annemiek dat ze het weer geflikt heeft. Mart, is het nou handig om deze vrouwenkoers, de vrouwen Giro, om die gelijk te plannen met de Tour qua aandacht? Ik ben bang dat de UCI dat gewoon verordoneerd heeft. Want dat programma zit hartstikke vol. En de UCI is niet van de moderne, zoals je weet. En die hebben vrouwen en mannen, dat zijn twee verschillende wezens voor elkaar. En dan maar samen, ja. En dan verliest degene, tussen haakjes, verliest tussen aanhalingstekens dan. Dan verliest degene die het minste kijkcijfers heeft. En dat is dan de Giro voor vrouwen. Het is keihard, maar zo zit het. Ja, Mart, tijd voor jou. Dit heb je überhaupt is gekomen. Terug in de tijd. Ik zat gisteren, we komen straks nog even over terug, want Maxime had nog iets te zeggen over Van Vleuten en de Giro. Maar ik zat gisteren te denken van, hebben we altijd te maken gehad met hele tevreden renners? Kijk, als je in de Ronde van Frankrijk mocht opstappen, dan was je wat. In je straat, in je stad, in je land. Je kwam in de krant, je kwam voor de radio, je mocht een interviewtje afgeven. Je werd bekend, je werd beroemd. Maar is dat altijd zo geweest? Ik stel u voor aan Piet Haan. Dat was een man die in 1930 werd geboren. En die profreed bij de Remington-ploeg. Bij Peter Post en bij Gerrit Schulte. En die één keer in de Ronde van Frankrijk werd opgesteld. En dat was in 1955. Ik heb hem opgezocht ooit toen hij nog leefde. En toen hij nog kon praten. Want hij verergerde heel snel in zijn leven.
En toen zei ik, wat bracht u ertoe om in 1955 de Tour te gaan rijden? En toen zei hij, ik snapte er ook zelf helemaal niets van dat ik daar moest opstappen. Het avontuur was spannend, maar mijn prestaties waren nul. Helemaal niks. Ik kon gewoon niet volgen en ben na een goede week maar afgestapt. Ik reed helemaal alleen op een lange weg en er was verder niemand. Ineens zag ik een schaapsherder met zijn kudde aan de rand van de weg staan. Ik heb de remmen aangetrokken, ik ben gestopt en ik heb verder nooit meer één trap gedaan in de Tour. De herder had een hartstikke mooi bestaan, afgemeten aan dat van mij. Ik had het gezien. Dat vond ik al iets heel bijzonders, maar nu komt het erger. Hij moest dus weer terug in de maatschappij en vrienden zeiden, je moet een winkeltje gaan beginnen. Hij woonde in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland, in het dorpje Rot, dat bestaat, R-O-T-T. Daar wonen 64 mensen. En daar woonde hij en daar hadden zij dat winkeltje, dat was een textielwinkel, fourniturenwinkeltje, en dat ging goed tot mevrouw doodging. En toen werd deze man, Piet Haan, ooit Tour de France renner, werd een zonderling. Men zag hem nauwelijks nog buiten. Er was niemand die om hem gaf. Ze kwamen erachter dat er ook geen enkel familielid ooit naar hem toe kwam. Hij ging dementeren en toen waren er een paar inwoners van Rot die zeiden van, ja, we moeten Piet toch helpen. Wat doen we nou met hem? Toen hebben ze hem in een tehuis kunnen opbergen met sociale steun van gemeente en van mensen die hem konden helpen. En toen is hij daar alleen in dat tehuis neergezet. En ik heb begrepen van mensen die in de omgeving waren, hij sprak met niemand, hij las geen krant, hij luisterde niet naar een radio, hij kon niet naar televisie kijken. Hij zat in een stoel en vegeteerde. En zo is hij op 22 juli tijdens de Tour van 2017 is hij stil blijven zitten in die stoel. Zijn laatste jaren vegeteren en anders niks. Hij wist wel nog iets van wielrennen en als men zei van Piet, hoe was de koers? Dan keek hij ze aan met iets meewarigs in zijn blik en zei hij, ja, ik was ooit een coureur. En dan zweeg hij weer voor dagen, weken en misschien wel maanden. Dank je, Mart, voor dit mooie verhaal. Maxime, jij was nog even bij Annemiek van Vleuten. Ja, wat ik nog wel even wilde memoreren, want dat is best knap te noemen. Die Giro Donne, dat was ook maar de vraag of die überhaupt doorging. Hè. Een week voordat de wedstrijd gehouden ging worden, was nog onzeker of ze konden organiseren. Begrotingstekort, veiligheid niet gegarandeerd. Het parcours was heel laat pas bekend. En in die onzekerheid heeft Van Vleuten zich wel gewoon gewoon kunnen voorbereiden. Daar niet druk om gemaakt. Daar hebben andere renners dat wel deden. Nou, dus als je dan zo'n prestatie neerzet, wetende dat je misschien wel aan het trainen bent voor helemaal niets. Dat is natuurlijk wel iets om de hoed voor af te nemen. Wat is het? 3 ritzegens, alle klassementen. En in slechts 3 van de 9 etappes niet op het podium. Nou, zijn die jongeren trui dan? Ja. Ja. Die hebben ze er niet. Dat hebben ze wel goed gedaan. Dus ze heeft echt alles wat er te winnen valt, heeft ze daar gepakt. Algemeen klassement, puntenklassement en de berg trui. Oké. Okay. En heeft ze gisteren ook niet al haar truien aan haar ploeggenoten gegeven? Zag ik niet een hele vrolijke foto ergens langskomen? Dus de hele ploeg van haar stond in het roze. Dat was wel heel grappig. En als je dan toch kopvrouw bent en je wint die koers, dan zeg je hier een truitje, daar een truitje, hup, en jij wat en zo. En zijn ze met z'n allen in die roze trui gaan staan. Laptop opladen. Ja, ik denk dat ze liever een Rolex krijgen. Dat doen dat is wat anders. Dat doen die anderen, dat doen die mannen. Ja, sommige mannen, hè? Ja, ik denk niet dat Joop Rolexen gegeven heeft ooit. Moet de Ronde van Frankrijk blij zijn met het algemeen klassement van nu? Is het een tweemans rittenkoers nu geworden? Is het kleine verschil in tijd tussen de twee? Wie heeft daar... Ah, daar ben je weer, Joost. Maar ik nam even van je over. Wie vaart daar wel bij? Is dat ploeg A? Of is dat de Jumbo-ploeg? Mike?
Nou, ik denk dat we dat pas in Parijs weten natuurlijk. Op dit moment staat... voorlopig staat hij nog aan de leiding. Hè? We weten dat Pogacar het wel eens lastig heeft gehad in zware ritten met veel lange beklimmingen. Nou ja, dat krijgen we nog. Dus daar zal vooral Jumbo-Visma zich op richten. Ik denk niet dat ze de eerste komende berg op aankomst gelijk weer zo rijden als dat ze gisteren en de rit naar Tourmalet doen. Of over de Tourmalet. Dus ik ben benieuwd, maar voorlopig lijkt Jumbo-Visma nog wel de betere ploeg. Al moet ik zeggen dat Yates gisteren ook wel weer goed was. Dus het is een beetje lood om oud ijzer. En als het echt op het scherpst van de snede gaat, dan blijven ze gewoon met z'n tweeën over. En ja, dan kun je wel 100 ploeggenoten hebben, maar zij blijven gewoon over. En ja, ik vind het wel gaaf, zo'n tweestrijd. Dus de strijd voor het podium wordt ook wel leuk als we gisteren, of zo op gisteren afgaan. Dan zit je met de Yates-broers en Hindley. Gisteren ook wel weer oké was. Dus, maar ja, het gaat deze Tour, mits geen andere dingen tegenkomen tussen deze twee, absoluut. Nou Joost, sorry, we moesten even, want we zagen je helemaal wegvallen van het scherm. Ja, nee. En ja. In geluid ook. Dus. Ja, ik had even... Sorry. Even geen gelost. Probleem. Technisch malheur. We gaan de rustdag voor beschouwen. Maxime, wat is jouw programma van vandaag? Ik ga zo meteen mijn laptop dichtklappen en dan gauw richting Issoire, waar een persconferentie met Mathieu van der Poel en Jasper Philips is, dus Alpes in de Keuning. En daarnaast eventjes kijken waar nog aan te haken is met de vele videoconferences. Dus het is een aantal ploegen ontvangen echt in het hotel. Maar heel veel gaat, zoals sinds corona eigenlijk gebruikelijk is, via digitaal. En ook een heel aantal ploegen die besluiten gewoon echt te rusten. Daar zijn de luiken dicht. Ja, wel fijn om te constateren dat deze Tour nog niet getroffen is door corona. Want dat wisten we niet van tevoren, bij de Giro, bij de heren. Was dat wel het geval? Dat is het allemaal ons bespaard gebleven. Michael, wat ga jij deze rustdag doen? Ik vertrek om 9:15, word ik opgehaald. En vertrek ik naar het vliegveld van Clermont-Ferrand. En dan vlieg ik naar Parijs. Dan het busje naar een andere terminal. En dan de trein naar Brussel. En dan de trein Brussel-Heide. En daar stap ik uit en dan... Ben je er volgende week? Nee, ik kreeg graag commentaar geven. Zo, dat wordt... In Hilversum. Ja, nee, dat is... Je wordt afgelost. Van een renner die met de trein naar huis moest. En Jan Molten. Anderhalve dag deed hij erover. Ja, nou, ik ietsje minder hoop. Doe je wel zo'n... Ja. Doe ik wel je zo moet wel zo'n ketting met je naam en een telefoonnummer omdoen, hè? Als het misgaat op het perron, dat je dan laat je die ketting zien en dan zorgen ze voor je dat je thuis komt, Michael. Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen... Het is nogal een onderneming. Ik bel altijd nog een paar keer onderweg met mijn vriendin om toch zeker te zijn dat ik goed sta ergens. Want ik heb echt een hekel aan... Ja, ik heb het al een paar keer gehad ook, dan verandert dat steeds. En dan kijk ik op zo'n bord en dan verspringt het weer bij die treinen, zeker in België. En dan moet je weer die roltrap af en weer op. En waar ik het meeste hekel aan heb, is dat ik dan nog met een bus van de ene naar de andere terminal moet. En dat daar in Parijs, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik... Beetje nerveus of gezond gespannen ben ik wel voor deze trip. Kom op, Mikey, dat kan je toch wel. Ja. Ik vond nee, maar van alle etappes is dit wel het zwaarste parcours, hoor. Ik ben al heel blij dat ik met die code dat hotel binnenkwam vannacht. Dat is al een hele overwinning op zich voor mij. Dus voor mij mag er gewoon... Weet je, als tegenwoordig kom je op die luchthaven en dan moet je zelf inchecken. Dan sta je, godverdomme, dat een kwartier sta je met zo'n apparaat. En dan op slot kom je toch zover dat er toch nog iemand moet komen. Want ja, dat is altijd zo. Ik ben niet de enige. Dus ja, dan staat er toch weer zo'n vrouwtje naast je die het voor jou gaat doen. Dus ja, ik verlang af en toe ook nog wel eens een beetje zo naar het oude. Ja, voor oud. Ik heb toen was iedereen stil. Ja, adem nee, Joost stond weer stil. Joost heeft problemen, jongens. Nee, ik ben er weer. Ja. Goed. Wel thuis, Michael. Dat wordt een hele onderneming. Maxime, de komende week. Even heel in het kort, zonder alle etappes afzonderlijk te behandelen. Is dit een week
waarin Vingegaard of Pogacar een genadeklap kan uitdelen? Of is het eigenlijk nog wachten op de derde week? Ja, die kans is er wel. Dinsdag, eerste dag na de rustdag, is een overgangsrit. Ik denk dat ongeveer de halve peloton die rood omcirkeld heeft. Want de kans dat daar een vlucht gaat halen is redelijk groot. Dus zeker Van der Poel, Van Aert die nog droog staan. Als het gaat om eigen ritzegers, die zullen dan wel gaan kijken. De dag erna waarschijnlijk sprinten. En in de tweede helft van volgende week is eigenlijk een drieluik bergetappes. Eerst één in de Jura. En dan gaat de Alpen in. En dan kan er wel eens, dan gaat er sowieso weer met verschillen gegooid worden. Maar ja, die genadeklap, daar wordt wel uitgekeken naar Col d'Alloz. En die is voor week 3 bestemd. En dan is ook de klimtijdrit. Dus komende week een leuke week. Maar ja, het hoeft nog niet dan beslist te worden. Goed, de volgende. Gaan we gelijk door naar de volgende. De natte vinger. Ja. Wij zaten er allemaal flink naast, kunnen we wel zeggen. We hadden toch merendeels gehoopt op een strijd tussen Pogacar en Vingegaard. Dat is niet gebeurd. Weliswaar wel gebeurd, maar niet om de eerste plek. Poggi, die won wel. Die strijd van Vingegaard. Maar er was wel een van onze luisteraars die dat goed had. En dat is natuurlijk super knap. Want ja, wie vul je in als je niet denkt dat het tussen die klassementsmannen gaat? En dat was dus Michael Woods. En Job Mommersteeg, die was zo briljant om deze naam in te sturen. Ja, en dan verdien je toch echt wel een petje. Job, pak aan. Hij komt naar je toe. Het zal je goed staan, want de kleur geel past de meeste mensen namelijk helemaal niet. Maar goed, bij jou wel, denk ik. Het is een verschrikkelijke kleur geel. Daar wordt iedereen zo bleek van als het maar zijn kan. Maar goed. Ja, voorspellen, dat doen we morgen wel weer. Of Maart, heb jij de nee, diepe goestingen om toch nog iets te voorspellen? Nou, nee? Diepe goestingen heb ik altijd wel. Ik vind de etappe wel leuk, want die eindigt in een hele lange 20 kilometer afdaling. En dat is wel weer leuk. Dus er zijn durvals overmorgen die dat wel doen. Maar laten we eerst iedereen rustig de rustdag laten ondergaan. Waarbij ik nog één ding wil zeggen. Vroeger waren rustdagen geweldige samenvoegingen van renners, journalisten, toeschouwers, filmcamera's. En was het gezellig. En ik heb begrepen van Maxime, in deze moderne maatschappij waar alles online moet, dat gevoel is helemaal weg, hè, Maxime? Voor een groot gedeelte wel, ja. Het is dus, ik vind het al bijna bijzonder dat een aantal ploegen het wel ontvangen. Een heel aantal ploegen doet helemaal niks meer. Mosselparties zoals die in het verleden waren, heb ik wel nog een aantal jaar geleden nog wel eens gehad op de tweede rustdag. Maar dat lijkt ook niet meer te bestaan. Ja, het is heel veel op de hotelkamer zitten of misschien nog hopelijk op tijd een restaurantje vinden. Want dat was hier gisteravond ook al een enorme crime in Clermont-Ferrand. Alles wat hebben jullie het toch moeilijk? Wat hebben jullie het toch zwaar? Ja, je gaat bijna klagen. Dat moeten we absoluut niet doen, hoor. Nee, maar dit klinkt wel als een rustdag zonder drank gelagen. Dus nee, maar zonder drank is een rustdag natuurlijk gewoon best wel gewoon niet door te komen. En als er dan niemand een feestje organiseert, en al die saaie neuzen een beetje achter een scherm gaan zitten, vind ik oprecht, Maxime, dat je heel zielig bent. Kijk, Michael moet nuchter blijven, anders komt hij echt nooit meer thuis. Gewoon, dan raakt hij verdwaald op alle stations. Maar jij, come on. Hè? Maar ik zou zeggen, je weet vast een kroeg te vinden in Clermont-Ferrand. Oh, ongetwijfeld. Het is alleen een vraag, maandag, dat is niet de meest toegankelijke dag. Maar goed, ongeveer half Frankrijk is alcoholist, dus er moet ongetwijfeld wel wat te vinden zijn. Ja, dat is fijn. Ja. Zo hebben we het land wel goed neergezet. Mooie, hè? Oh. Mommerrijke Frankrijk. Goed, heren. Morgen is er weer koers. Ja. Nou, heren, we gaan... Nog één vraag aan jou, ja, Joost. Altijd even complimenteus over Rutte. Het... Ga jij zo direct weer keurig naar Den Haag en ga je dan je oor te luisteren leggen hoe deze chaos is? De chaos van de Nederlandse politiek? Ja. Ja? Ja, er is vandaag een debat met als inzet is premier Rutte, is hij nog premier, demissionair premier na deze dag? Ja, dat is de grote vraag. Wat denk je?
Ja, ik heb me gisteren heb ik zelf een rustdag gehouden. Dit een natte vinger. Ja, is ook een natte vinger. Ik weet wel, de vorige keer, toen na dat 1 april debat, toen ging de VVD vol achter hem staan. En dat leidde tot grote verontwaardiging. Maar er hoeft maar één coalitiegenoot te zeggen van, we zijn klaar met deze meneer. En we gunnen het hem eigenlijk niet dat hij in de campagne, waar dan draait het ook nog, de staatsman kan spelen op het internationale vlak. Dat voorspel ik. Mooi end, joh. Prachtig.